er mag wel wat meer groen komen voor de speelgelegenheden met kinderen. Nou ja, er zou van mijn part nog een leuk parkje erbij mogen komen. Groen is maar alleen maar positief. Iedereen wil natuurlijk veel groen in de buurt. Ik zou het wel zelf even mee willen werken, maar waar ik dan aan moet kloppen, dat weet ik eigenlijk niet. Een burger die wil investeren in een groene wijk loopt vaak tegen obstakels aan. Bij wie moeten ze aankloppen en waar te beginnen? Het initiatiefvoorstel Buurtrechten van de PvdA moet hier verandering in brengen. De bedoeling is dat mensen meer regie krijgen over hun eigen wijk en over hun eigen leven daarmee ook. En met name ook zeggenschap, dat is heel belangrijk. En nu wordt het ook heel veel door de overheid bepaald. Een goed voorbeeld van een burgerparticipatieproject is Cirkeltje Rond in Nieuwegein. Voordat wij begonnen was het een braakliggend terrein. En in hele korte tijd is het toen eigenlijk helemaal leeggemaakt en opnieuw opgebouwd tot wat het nu is. Ja, op zich is het natuurlijk prima dat burgers ontzettend betrokken zijn bij hun groene omgeving. Maar aan de andere kant, groen onderhouden en aanleggen is natuurlijk ook een vak. En groen heeft een bepaalde waarde. Dus het is ook ontzettend belangrijk om dat in stand te houden. Dat groen belangrijk is, daar is iedereen het denk ik wel over eens, hoor, ook gemeentes. De gemeente heeft bij oplevering zeg maar, die paden allemaal gewoon als zand aangeleverd. Hoe zouden jullie dat nou aanpakken? Er zijn lege oplossingen te bedenken, maar ik denk dat je vooral moet kijken in iets natuurlijks. De houtsnippers is natuurlijk wel een beetje wat hier thuis hoort. Wij proberen door middel van een stuk advisering en een stuk echt constructuele ondersteuning van de werkzaamheden, hoe ze een aantal dingen aan kunnen pakken, beschikbaar stellen van materialen en materieel. En nou, zoals te zien is, de kruiwagens staan nog steeds in de tuin hier. VHG houdt zich actief bezig met de interactie tussen burgers, overheid en groenvoorzieners. Het is heel belangrijk om de groene ondernemers daarbij te betrekken, omdat zij juist de kennis en de kunde van het groen hebben. En zij zorgen ervoor dat de burgers ook een stuk ontzorgd kunnen worden, met een stuk advies, met een stuk begeleiding, met een stuk ondersteuning. Dus dat is wat zij in zo'n project kunnen inbrengen. Ik woon hier ergens in de buurt en wij wandelen richting park en ik zie dit ontstaan. En ik vind het fantastisch, echt waar. Dit soort projecten bieden natuurlijk voor de groene branche ook kansen en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als het gaat over het onderhoud van het groen wat moet plaatsvinden. Dus wij kijken naar kansen en naar mogelijkheden. En op die manier ook zorgen dat bedrijven samen met de overheid en samen met die burgers er een mooi project van kunnen maken. Ter gelegenheid van het werkbezoek van mevrouw Tanamal aan de groene sector heeft branchevereniging VAG het nieuwe burgerparticipatiecarrière uitgebracht. Hierin staan tips en mooie voorbeelden van projecten die in samenwerking tussen burgers, overheid en groene ondernemers zijn gerealiseerd. Het carrière is te downloaden vanaf de VAG-website. Mijn persoonlijke grote wens is dat de buurtbewoners hier komen, zich met elkaar verbinden en dus ook heel graag hier komen en blijven komen.